In Gent zijn we gaan zoeken naar jonge artsen die bereid waren een opleiding te volgen in Nederland in de bestaande goede abortuscentra daar. Dat hebben we gevonden en dan zijn we met het eerste abortuscentrum van Vlaanderen begonnen, waar ik de eerste voorzitter van was. Dat heeft ons veel energie gekost. We hebben daar heel hard moeten aan werken. Omdat we wouden een abortuscentrum hebben dat tegelijkertijd feministisch is. De vrouw moet nageluisterd worden, de vrouw staat centraal en niet alleen maar het medisch-technisch aspect. Ten tweede, wij vonden dat de schuldgevoelens bij vrouwen in zaak abortus moesten weggewerkt worden. Dus er was mogelijkheid om daarna te spreken met een psycholoog, het verwerkingsproces te helpen. Vermits abortus een taboe was, hadden alle vrouwen schuldgevoelens daarover. En een derde zaak was een degelijk anticonceptiebeleid. Met de vrouwen praten over anticonceptie, zodanig dat ze geen tweede keer of derde keer een abortus zouden nodig hebben. Dat was, laten we zeggen, het praktische werk dat ons zeer sterk motiveerde om ook te activistisch te zijn en aan politiek te gaan doen rond de eis abortus uit het strafrecht. Nu, abortus uit het strafrecht, dat hebben we niet gehaald. Abortus blijft in het strafrecht en wordt alleen nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Tot 12 weken zwangerschap, 14 weken zwangerschap. Ten tweede, er moeten twee intakegesprekken gebeuren met de vrouw. Want wanneer vrouwen naar een abortuskliniek komen, zouden ze misschien spijt kunnen hebben achteraf. Ten derde, een arts, een huisarts en een specialist kan weigeren een vrouw door te verwijzen. Dat is de zogenaamde gewetensclausule. Ik denk dat dat nu minder een probleem is, maar dat was vroeger echt een groot probleem, omdat vrouwen door hun huisarts of hun gynaecoloog niet geholpen werden naar de abortuscentra. Daar hebben we dus ook veel aan gewerkt. En uiteindelijk hebben we met de abortusbeweging en coördinatie een aantal grote acties gedaan, betogingen gedaan, in heel het land gaan spreken over abortus, anticonceptie en gewenste kinderen. Die drie samen elke keer. En hebben we kunnen samenwerken met parlementairen en van de Liberale Partij en van de Socialistische Partij die dan een wetsvoorstel ingediend hebben. Dat is in dialoog met de beweging gebeurd. Dus de politici waren ten dienste van de beweging. Vonden we ook een erg belangrijke manier om aan politiek te doen. En uiteindelijk heeft de CVP, de Christelijke Volkspartij, zich in het parlement onthouden op de kwestie, omdat zij ondervonden dat de vrouwen in de christelijke bewegingen akkoord gingen met ons, alhoewel dat tegen de kerk is en tegen de officiële stellingname. En die onthouding heeft het dan mogelijk gemaakt dat de wet gestemd is en dat de ondertussen meerdere abortuscentra hebben zich kunnen coördineren. Dan is abortus in een ziekenfondspakket gekomen, daar wordt studie op gedaan, daar wordt aan preventie gedaan en die zaak is dus werkelijk vooruitgegaan voor het dagelijks leven van elke vrouw.